Voor mij is dit een van de meest bijzondere plaatsen die je kent. Als je rondloopt door deze zaal, dan kun je niet anders dan onder de indruk komen van de sfeer die hier hangt. Die verstilde 18e eeuwse sfeer, hè, die duidelijk maakt dat dit echt een soort tempel is van de verlichting. Je ziet het aan alles, aan de klassieke zuilen, aan de klassieke medaillons, de portretten van Griekse denkers, de indrukwekkende kasten met boeken. Alles hier ademt de geest van de verlichting, van de kunsten en wetenschappen zoals die in die tijd hoog werden gehouden en verzameld werden en bestudeerd werden. Ik hou mij bezig met de geschiedenis van de wetenschap en ik hou me bezig met het verleden. Maar dit is een van de weinige plaatsen waar dat verleden voelbaar wordt voor mij, waar het tastbaar wordt, waar ik me echt als het ware in de 18e eeuw terugwaan. En dat komt omdat die oude geest, die oude sfeer, die 18e eeuwse sfeer hier zo tastbaar aanwezig is. En dat is het vooral, denk ik, wat deze zaal voor mij zo ongelooflijk bijzonder maakt. En waardoor ik altijd weer, als ik het museum bezoek, als eerste naar deze zaal toe loop en eventjes de sfeer op mij in laat werken.